Alle urgente zaken gaan gewoon door. Dat is bij Veilig Thuis, dat is bij lokale teams, dat is bij Raad voor de Kinderbescherming. Dus het kan niet zo zijn dat er echt in die onveilige situatie, ernstige situaties, dat we zeggen dat we niks kunnen. Maar die reguliere zorg, zeg maar, voor gezinnen die het moeilijk hebben, maar waar uithuisplaatsing of dat soort maatregelen niet van toepassing is, daar gaat het juist over. Daar gaat het juist over. En het is ook niet zo dat we dan ook zeggen van, nou, omdat we daar geen zicht op hebben, moeten we dan ook inderdaad dan maar uit huis geplaatst worden. Ja, dat is in deze situaties gewoon niet haalbaar. Dat moeten we ook niet met elkaar willen, omdat juist die gezinnen enorm hun best doen.